transitievergoeding. In 2015 is de transitievergoeding geïntroduceerd. Een vaste vergoeding bij ontslag. Deze transitievergoeding geldt bij onvrijwillig vertrek. Voorwaarde is wel dat iemand tenminste 2 jaar in dienst is geweest. Met de introductie van die transitievergoeding zijn de ontslagvergoedingen flink teruggebracht naar 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar met een maximum van 81.000 euro. Of, als dat hoger is, een jaarsalaris. In de WAP is geregeld dat de transitievergoeding straks vanaf het allereerste moment verschuldigd is aan iedere medewerker die te maken krijgt met onvrijwillig vertrek. Ook al na bijvoorbeeld 1 week of zelfs 1 dag. De overgangsregeling voor 50-plussers en voor mensen die langer dan 10 jaar in dienst waren, verdwijnt. Waardoor de vergoeding voor die groepen flink afneemt. Laten we eens kijken naar wat reacties hierop. Je moet per situatie daarop inzoomen. Hè? Maar wat de wetgever met name natuurlijk hiermee beoogt, is dat iemand eerder hè, aan de opbouw van een transitievergoeding begint, waar dat nu pas na 2 jaar het geval was. Dus dat geeft echt meer zekerheid aan een werknemer. Wat ik wel positief vind aan deze nieuwe wetgeving is dat het ook echt ingezet kan worden voor opleiding. Bij de oude wetgeving was daar wat minder ruimte voor en nu kunnen we ook echt kijken met zowel onze flexwerkers als de klant waar zij het meest mee geholpen zijn om op die manier hun medewerkers duurzaam inzetbaar ook te maken. Op dit moment krijgen wij nog geen vragen van de werknemers over de transitievergoeding, maar met ingang van de WAP verwachten wij er wel heel veel vragen over. Ik denk dat de vragen zullen zijn wat transitievergoeding ten eerste eigenlijk is en wanneer zij recht hebben op transitievergoeding en hoeveel dit zal zijn. Goed, een super informatieve video. Al zeg ik het zelf. Bedankt voor het kijken naar deze video. Voor meer informatie ga je naar randstad.nl/WAP of volg Randstad op social media.